Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag sta ik in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Die zit op de Dam in Amsterdam. En tot en met eind november is hier de World Press Photo tentoonstelling te zien. De World Press Photo bestaat dit jaar 65 jaar. En is natuurlijk de organisatie die jaarlijks de World Press Photo Awards uitreikt. De tentoonstelling is ingedeeld in 4 categorieën. Journalistiek, portretten, sport en natuur. En ik ga jullie een kleine rondleiding geven over de tentoonstelling. Dus laten we snel beginnen. De eerste categorie die je tegenkomt in de Nieuwe Kerk is de categorie nieuws. Ze hebben daarvoor gekozen omdat nieuws vaak toch het, of journalistiek moet ik zeggen, vaak toch het zwaarste onderwerp is. En om op een lichte, zeg ik nu eventjes tussen twee aanhalingstekens, noot te eindigen, is gekozen om te eindigen met natuur. Terwijl je binnenloopt zie je de eerste twee winnende foto's van dit jaar. De eerste foto is gemaakt door een Japanner. Het gaat over de demonstraties in Sudaan. Deze foto is voor enkel beeld, dus echt voor deze foto. En het tweede beeld dat heeft gewonnen is een lange termijn project over de blijkbaar rellen in Algerije. Want blijkbaar bestaat Algerije voor meer dan de helft uit jongeren. Wat ik niet wist en wat ik best wel shocking vind. En blijkbaar is 72% van die jongeren onder de 30 werkloos, wat dus enorm is. Wat dus een enorme hap van de bevolking is. En in beide foto's zie je heel veel pijn en emotie. En ja, die zich uit, denk ik, die uit onmacht komt tegen de regering in. En dat zie je op beide foto's ontzettend goed. Ik lees net dat de kamer de foto's op spiegels zijn opgehangen, zo gezegd, omdat ze graag de wereldgeschiedenis, of de mensen zoals wij, graag de geschiedenis een spiegel voor willen houden. Dus even om te kijken, of in ieder geval ervoor te zorgen dat wij even goed weer kijken naar waar we allemaal mee bezig zijn. En volgens mij is dat naar mijn mening niet, ik weet niet of we er voldoende halen, to be honest, op dit moment. Die ik hier tegenkom na nieuws, na journalistiek, is portretten. En portretten zijn natuurlijk ontzettend. Een portret is een portret, maar je hebt natuurlijk portretten en je hebt. Portretten. Ik weet niet zo goed hoe ik dit onder woorden moet brengen. Ik ga gewoon eerst even kijken voordat ik er wat van vind. Zoals ik al aan het begin van deze vlog zei, 65 jaar World Press Photo betekent
meer dan 65 winnaars, want er zijn meerdere categorieën en prachtige mooie inzendingen. Dit is een timeline van alle foto's. Dit is, hoorde ik net, een favoriete van de bezoekers, omdat je hier echt de verschillende stijlen kan zien hoe ook de World Press foto is gegroeid. Ik ga hier lekker niks van laten zien, dus dat moet je lekker zelf komen doen. Maar ik zie al best wel veel die ik gewoon herken, dus deze bijvoorbeeld. Nou goed, dan moet je lekker zelf komen kijken. De derde categorie waar je tegenaan loopt in de Nieuwe Kerk is sport. En sport is niet per se mijn favoriet onderwerp. Ook misschien in fotografie. Maar hier is wel een ontzettend inspirerende foto. En die wil ik jullie zeker even laten zien. Het is namelijk een foto van Moussa. Die een aanstormend voetbaltalent was. Maar door kanker op zijn 11e zijn been moest laten amputeren. En daarna heeft hij zijn leven toch weer opgepakt en is hij gaan trainen en danst hij nu in een van de professionele dansgroepen in Johannesburg. Ja, zeg ik het toch goed. En het is echt een prachtige foto. Kijk maar. Wat je trouwens niet moet vergeten als je in de Nieuwe Kerk loopt en je bent, ja, ik ben helemaal verdwaald in de vele foto's die hier hangen. Is dat je zeker niet moet vergeten om af en toe omhoog te kijken. Want de Nieuwe Kerk is op zich, helemaal zelf, natuurlijk ook gewoon een kunstwerk op zich. Met prachtige details. En dat moet je ook zeker niet vergeten. Ik ga nu even hier naar binnen, want hier hangen de 4 videoschermen voor de digitale content. Want ook dat is natuurlijk niet, of dat moet je niet vergeten. En zoals ik ook al aan het begin van de vlog zei, willen ze graag de tentoonstelling op een vrolijke noot eindigen, zo gezegd. Dus eindigen ze met natuur. Maar ook daar gaat het natuurlijk niet zo goed mee. Maar het ziet er iets vrolijker uit, zo gezegd. Met bijvoorbeeld foto's van deze, wat zijn het, Iberische linkse. Is natuurlijk gezelliger dan al het gruwelijke waar we mee begonnen. Ik ga even genieten van alle natuur vandaag. Ik ga de vlog afsluiten. Ik wil je nog zeker even wijzen op het prachtig mooie orgel wat hier hangt in de Nieuwe Kerk. Dus ga vooral naar de Nieuwe Kerk om dat soort dingen te zien en vooral ook gewoon te genieten van de Nieuwe Kerk. Los daarvan is de tentoonstelling The World van de World Press Photo te zien tot eind november. Ook die kan ik ten sterkste aanraden. Het zijn prachtig mooie foto's. Het geeft je een kijkje van onze wereld zoals die is. Niet zoals hij zou moeten zijn, maar zoals hij nu is. Ik denk als je zo'n mooie foto's houdt, moet je hierheen. Als je je bezighoudt voor een betere, mooiere wereld, moet je hier ook heen gaan. Want ik denk dat als je hier uitkomt, dat je heel gemotiveerd bent om allemaal actie te ondernemen. Je ziet het. Ik word alweer helemaal afgeleid door alle foto's hier. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vergeet niet te liken. Vergeet niet een leuke comment achter te laten. Zoals altijd, laat het me weten als je hierheen gaat. Want ik vind het ontzettend leuk
om te weten als jullie ook gaan en wat jullie ervan vonden. Ja, ik zou zeggen, ga een keer naar de Nieuwkerk. Ga naar de World Press Photo en geniet van alle mooie fotografie. Tot de volgende vlog, jongens.